in de categorie Sportman van het Jaar 2019. Deze breakdancer kent geen uitknop. Menno van Gorp. Focus is zijn belangrijkste wapen. Bart van Beers. De specialist in hardlopen. Robin van Riel. Ja jongens, de Tilburgse politie kent Menno goed. Want ja, als je als jochie met de volumeknop op vol oefent in de fietsenstalling onder de heuvel. Maar sinds 9 november kent de hele wereld deze dertiger, die in India wereldkampioen breakdance werd. Menno is ook fotograaf, schilder en aanstaand vader. Hij hoopt vurig in 2024 in topvorm deel te nemen aan de Olympische Spelen. Toen Bart 6 jaar was, ging hij voor het eerst bowlen. Hij had met 1 door dat goed gooien belangrijk is, maar dat focussen er echt toe doet. Inmiddels is hij 19, traint tot 12 uur per week en wint het NK tot 21 jaar. Ook in onze buurlanden wint hij toernooien. Dankzij zijn topsportstatus wist hij school en bowlen goed te combineren. Zijn ambitie is zich te kwalificeren voor het WK Jeugd. Robin voetbalt al op jonge leeftijd, maar als hij 9 jaar is, wint hij de Tilburg 10 Miles en wordt uitgenodigd voor de landelijke finale. Hij richt zich op atletiek en specialiseert zich bij AV Attila in hardlopen. Als jongvolwassene wint hij het NK Junioren 1500 meter. Maar hij wint ook het NK 1500 meter indoor senioren en wordt tweede bij het EK Junioren 1500 meter. Zijn droom? De Olympische Spelen.